Koenders in duel met Vicento, de vervanger van Kubik. Schilder. Bal schiet door, daar Penders. En als niemand hem aanraakt, is het een doelpunt voor NAC. Hij raakt hem niet aan, Rob Penders. Dus is de goal van Schilder. De fout van Coutinho. Die er ook rekening houdt met het feit dat Penders die bal aanraakt. Maar Penders lukt het denk ik gewoon niet om die bal van richting te veranderen. Verhoek. Nou, iets meer dan een kwartier. Daar is De Rijk. En dan een knappe redding van Ten Rouwelaar. Zo komt ADO wel wat dichter bij de gelijkmaker. ADO heeft de bal. Bulikin. Goed bijgeschoven. Leeuwin. Toornstra. Balletje binnendoor is fraai op Vicento. ADO blijft goed aanvallen. En verschaft zich zo wat kansen om op gelijke hoogte te komen. Als ADO zo blijft voetballen in Breda, komt het wel goed. Het heeft het betere van het spel. Verhoek. Goed gegeven. Vicento en dan Ten Rouwelaar op soortgelijke wijze verslagen. Gevaarlijke voorzet. En Vicento die bal bewust laat lopen. Zodat Ten Rouwelaar, evenals zijn collega aan de andere kant Coutinho, verrast is. Verhoek, weer maar die bal zo goed erin gedraaid. Bulikin met het hoofd. Nog eens Verhoek, immers. Verhoek er nu langs bij Penders, moeilijke hoek. En een eigen doelpunt. Zo staat ADO op voorsprong. En is de eigen goal van Horvat. Sneu voor NAC en Horvat dat die bal er zo in gaat, maar onverdiend is het niet. Goed werk, Gorter. Die daar niet opgeeft. Koen. Met een flinke tackle die goed is voor Geel. Daar kun je lang over napraten, maar het is de enige juiste beslissing. Amoa valt zelf. Veher, de nieuwe man. Gorter. Handig balletje. Hier de kans. Ja, voor Schilder. Het is gelijk in Breda. Weer scoort NAC vroeg. En weer scoort hij. Robert Schilder. De voorzet van Veher. Helemaal vrij hier, Robert Schilder. Hoekschop voor Hoek. Daar is een rake kopbal, wilde ik zeggen. Maar een prima reflex van Ter Rouwelaar. Kopbal was van Koen. Opnieuw Verhoek. Een duw gezien van Christian Koen. Maar het blijft vol onvriendelijkheden. En wat gaat er nu gebeuren? Komt een geel voor Koen. Jansen heeft een kaart in zijn hand. Dat zal niet voor dat duwtje zijn, maar er komt wel geel. Maar voor wie dan? Ja, voor Koen dus. Rood. ADO moet verder met 10. Zo krijgt deze wedstrijd wel een enorme wending. Maakt hij zich daar nog even verschrikkelijk boos. Amoa. Veher. Veher. Het kan echt alle kanten op in Breda. Tweede gele kaart geven. Hoe lomp deze zijn, jongen. Hij is het nog niet kwijt. Immers. Nog eens Jansen. Ver. Gorter. Die schiet er eens. Leeuwin. Oh! Hij zit erin via Ver. Ook dat nog voor ADO. Ook dat kan er nog wel bij. Zo zal Leeuwin denken. 3-2 voor NAC. De voorzet van Leurling. En Leeuwin heeft toch alle tijd. Maar als Ver dit schot blokt, scoort de invaller. En staat NAC voor. Hoekschop voor Hoek. En daar is bijna de gelijkmaker. Leeuwin was het. Ja, als iemand het verdient.
Amoa. Is hier wel gretig, Amoa. Zo, wat gaat die er hard in, zeg. Schandalig eigenlijk. Geel voor Matthew Amoa. Die hier weliswaar voor de bal komt, maar toch ook het risico neemt. Dat hij Coutinho zwaar blesseert. Amoa. Nou, komt eruit. Leurling. Lang lopen met de bal. Maar de vrije man gevonden. Amoa, de paal. Zo is het nog altijd geen 4-2 voor NAC. Hij geeft aan, de tijd is op en de tijd is ook op. NAC wint voor het eerst in 2011. Het wint met 3-2 van ADO Den Haag. Het was een ouderwets avondje NAC op pure vechtlust. Keerde NAC de wedstrijd op zijn kop en won het door een hele gelukkige treffer van invaller VR. En ADO verliest voor het eerst sinds 5 december. Nadat het 7 wedstrijden op een rij ongeslagen was.